Mijn naam is Idelma Lemmer, trotse eigenaresse van mijn YouTube-kanaal My Search for Me. Alles wat te maken heeft met de zoektocht naar jezelf, dat is waar ik het over heb. In deze video, in dit interview, ga ik het hebben over misschien wel het allerbelangrijkste onderwerp in het leven, de liefde. Ik heb namelijk Tony Verheij geïnterviewd. Hij heeft zich echt verdiept in het concept liefde. Wat maakt het dat sommige stelletjes jaren, tientallen jaren gelukkig samen kunnen zijn en anderen na een paar jaar, na 10 jaar, 15 jaar helemaal op elkaar zijn uitgekeken. Dit heeft hij gedaan door tientallen stelletjes te interviewen die soms al 40, 50 of 60 jaar al heel gelukkig bij elkaar samen zijn. Hij heeft hun geheim weten te ontrafelen en dat deelt hij met jullie in dit interview. In het eerste deel ga ik het hebben met Tony. Ga Tony uitleggen waarom de liefde eigenlijk helemaal niet zo complex hoeft te zijn. Door het toepassen van kleine, simpele dingen kun je al een grote verandering, verbetering in je eigen relatie zien. Heel veel kijkplezier. Ik hoop dat jullie net zo genieten van het interview als ik ervan heb genoten. Hoi Tony, fijn dat je vandaag de tijd hebt genomen om hier te zitten en jouw kennis te delen over een heel belangrijk onderwerp. Misschien wel het allerbelangrijkste onderwerp in het leven, de liefde. Want daar heb jij je de afgelopen jaren in verdiept. Dus voordat we beginnen wil ik eigenlijk met een hele korte intro beginnen. Wat meer over wie is Tony en wat doe je. En daarna natuurlijk wat meer over de liefde. Willen we graag de kennis die jij hebt, willen we wat meer over horen. En misschien heb je nog handige tips voor andere mensen die op zoek zijn naar ware liefde. Of die moeite hebben om een goede relatie aan te trekken. En dan wil ik uiteindelijk eindigen, want daar gaat deze videoreeks eigenlijk over. Over het vinden van je eigen levensmissie, je eigen passie. En misschien heb jij nog een bruikbare tip van hoe kom je uiteindelijk op het juiste pad voor jou. Want daar geloof ik eigenlijk wel in. Maar goed, laten we eerst gewoon bij het begin beginnen. Wie is Tony en wat doe je? Nou, het meeste makkelijk is om aan te duiden dus dat ik liefdesgids ben. Ik help mensen op het pad richting de ware liefde, richting de juiste partner. Als je erin gelooft, zo neemt. Dat vind ik heel mooi om te doen. En ja, daar zit dus ook meteen al de passie in die ik gevonden heb. Oké. En kun je kort wat meer vertellen over deze passie? Waarom ben jij daar zo passioneel over? Het is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp voor heel veel mensen. Maar waarom heb je besloten om daar tijd in te gaan investeren en wat meer onderzoek te doen? Heeft dat te maken met je eigen liefdesleven of met wat je om je heen zag? Wat is voor jou de trigger geweest die dacht van ik moet hier meer in gaan verdiepen? In 2011 dacht ik eigenlijk van ja, waarom ben ik altijd verliefd? En gaande om mij heen, de ene stel naar het andere stel in onze vriendenkring, dat ging uit elkaar. En ik dacht van ja, hoe kan het eigenlijk dus dat ik de hele tijd verliefd blijf, terwijl ik bij de anderen zag dat het, op een gegeven moment zakt het in, zeg maar, en dan gaan mensen gaan op zoek naar wat anders. En hoe is dat mogelijk? En toen ben ik bij het Zwavert in Hengelo, dat is een bejaardencentrum, en daar zitten echt honderden woningen bij elkaar. Dus dat was een prachtige gelegenheid om borden neer te hangen en daarin heb ik gevraagd. Wie wil geïnterviewd worden over de liefde? En dan alleen de stellen, ik heb dus alleen de stellen uitgenodigd die langer dan 50 jaar bij elkaar waren en die nog steeds verliefd op elkaar waren. Wow. En daar kwamen ontzettend leuke reacties op. Ook reacties van mensen die dus niet uit het Zwavert kwamen. Dus op een gegeven moment ben ik wel het land zeg maar een beetje rondgetoerd om de mensen te interviewen her en der. En het allermooiste was dat ik al vrij snel ontdekte dat zij eigenlijk allemaal gemeenschappelijkheden hebben. Dus bij het eerste interview dacht ik van hey, dat doe ik ook, hey, dat doe ik ook, hey, dat doe ik ook. En bij stel nummer 3-4 ging ik al kijken van wat hebben zij gemeenschappelijk met de anderen. En bij stel 7, 8, 9, 10, et cetera, toen kon ik gewoon eigenlijk een beetje afvinken. Wat ze dus allemaal met elkaar gemeen hebben. En op die manier kwam je dus bij bij zoveel gemeenschappelijkheden, dat ik dacht van, nou dit is ja, alsof het ingrediënten voor de formule voor ware liefde zijn. Okay. En daar ben ik mee aan de slag gegaan en getest
ja, de afgelopen jaren natuurlijk in mijn omgeving getest of datgene wat zij gewoon automatisch van nature doen, of ik dat ook andere mensen aan kon leren. En dat kan. Dus dat betekent dus dat de formule voor ware liefde is van toepassing. Inmiddels weet ik dat het van toepassing is op iedereen. Of je nu welke geaardheid dan ook, welke voorkeur dan ook. En of je nu gelooft in ware liefde. Of dat je er niet in gelooft. Als je gewoon heel simpelweg toepast wat ik je leer, dan heb je hetzelfde resultaat. Oké, dat klinkt heel veelbelovend. En ik denk dat heel veel mensen gelijk wel geboeid zijn door hetgeen wat je hebt te vertellen. Laten we een heel klein stukje teruggaan. Dus je was eigenlijk een beetje gefascineerd door de liefde. Als je naar jezelf keek, maar ook om je heen, zag je dat er verschillen waren in relaties. De een was heel erg verliefd en de ander was na een paar jaar gewoon uitgekeken op elkaar. Dus je besloot actie te ondernemen en te gaan kijken en ook te gaan leren van mensen die het in de praktijk doen. Dus al 50 jaar bij elkaar zijn, maar ook nog steeds verliefd zijn op elkaar. Van hoe werkt dat en wat hebben zij gemeen? En is er inderdaad een hele, misschien simpele manier door bepaalde dingen te doen, waardoor je veel succesvoller of veel gelukkiger relatie kan hebben? Is het al een beetje goed samengevat wat ik net heb gezegd? Oké, dus dat is super interessant. Zou ik eigenlijk willen weten, wat zijn volgens jou de grootste misopvattingen over de liefde? Nou, een van de grootste misvattingen in de liefde is dus dat de liefde blind is. Ja. En het is dus dat op het moment dus dat je verliefd wordt, dan zorgt de hoeveelheid serotonine, die wordt op dat moment aangepast. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je een soort tunnelvisie krijgt. Daarom is bijvoorbeeld, als iemand verliefd wordt, dan kun je alleen nog maar denken aan die ene persoon. Dan kun je alleen nog maar, dus je kunt zelfs als je 's nachts gaat slapen, dan droom je over die persoon. En dat is de biologische vorm van liefde. Dus jouw brein, jouw lichaam reguleert de manier waarop je naar iemand kijkt. Als je dan naar liefdeslevel 2 gaat, dan heb je dus de chemische vorm van liefde. De chemische vorm van liefde is er wat bijvoorbeeld een soort glijmiddel wordt er ontwikkeld. Dus dat je minder irriteert aan elkaar. Okay. Zodat je dus lang genoeg bij elkaar kunt zijn om als team een kindje op te voeden. En in de praktijk blijkt dus dat het een jaar of 5,5, 6 jaar duurt het voordat die stoffen zijn uitgewerkt. En dat verklaart ook de 7-year itch. Dus dat mensen heel vaak na 7 jaar naar elkaar gaan, omdat als die stoffen niet meer worden aangemaakt, dus hetzij door de biologie, hetzij door de chemie, dan hebben de mensen ook geen drang meer om bij elkaar te blijven. Vandaar dus de 7-year itch, dan gaan mensen, ze proberen het nog een jaar, uit goed fatsoen, maar op een gegeven moment blijkt van hey, de chemie tussen ons is er niet meer. Ja. En dan gaan ze op zoek naar iets anders. En de grootste misvatting is dus dat mensen kijken naar verliefdheid en mensen kijken naar liefde, maar die gooien dat op één hoop. Terwijl er een heel groot verschil is tussen het biologische, het chemische en uiteindelijk wat er in je hart speelt. Want de verbinding die je kunt maken, en dat is dus het verschil tussen mensen die 70 jaar lang stabiel verliefd zijn op elkaar. Het oudste stel wat ik heb geïnterviewd waren 76 jaar bij elkaar. Dat is, hun interview is hoofdstuk 1 van mijn boek. En als je hun verhaal hoort en het verhaal leest, het is warm vandaag, maar ik krijg meteen weer kippenvel als ik eraan denk. Ja, dat is zo mooi, de verbintenis die zij hebben. Dat is niet meer te vatten in biologie en dat is niet meer te vatten in nu en alleen de chemie van liefde. Dus de tweede misvatting is dat mensen denken dus dat ware liefde niet bestaat. En ik vergelijk het wel eens, ik ben nog nooit in Thailand geweest. Ik zie daar foto's van. Ik hoor mensen erover praten. Je schijnt er reizen naar te kunnen boeken, maar ik ben er nog nooit geweest. Nee. Misschien is het wel een hoax. En op dezelfde manier, als je dan kijkt naar ware liefde, je ziet prachtige plaatjes,
Ik verzamel dan de verhalen van de mensen die gewoon 70, 80 jaar, 100 jaar lang super, super verliefd op elkaar zijn. En uiteindelijk de een overlijdt een uur na de ander of ze sterven in elkaars armen. En van dat soort verhalen, dat verzamel ik dan. Ja, prachtig. Je zou kunnen denken dat het niet echt is, omdat jij het niet bereiken kan, omdat jij het zelf niet meemaakt. Nee. Maar het is er wel degelijk. En het is ook nog makkelijk te vinden ook nog. Je kunt er gewoon een reisje naartoe doen. Zoals jij het beschrijft lijkt het heel simpel. Misschien is het inderdaad ook wel zo simpel, maar ik denk dat de meeste mensen zich daar niet bewust van zijn. Liefde klinkt vrij complex. We weten allemaal dat je toch jezelf moet openstellen op een bepaalde manier. Jezelf kwetsbaar durven zijn. En dat vinden heel veel mensen natuurlijk eng. Maar goed, kun je wat meer vertellen over die hele simpele stappen, de reis ernaartoe? Wat zijn bepaalde dingen die je kunt doen in je relatie, die je samen kunt doen, om ervoor te zorgen inderdaad dat ook na die 7 jaar, dat nog steeds die chemie er is, nog steeds die liefde voor elkaar? Nou, de grootste basis van ware liefde, de belangrijkste basis van ware liefde, is dankbaarheid. Okay. En dat is vanuit de hoogbejaarden die ik heb geïnterviewd, die doen dat van nature. Alleen wij leven in een maatschappij waarbij het vinden van iemand, en als dat niet bevalt, volgende. Er zijn zelfs websites dat als je al een relatie hebt, dat je dan nog een keertje wat naast kunt doen. Ja. Dus er is een maatschappij waar mensen komen dat als iets rammelt, dat je er dan olie tussen smeert. En wij komen zelf uit de maatschappij, en wij leven op dit moment in een maatschappij, dat als iets rammelt, ga je gewoon op zoek naar iets nieuws. Ja. Als je dankbaar bent voor datgene wat je hebt, dankbaarheid blijkt na onderzoek blijkt de grootste basis voor het houden van, okay. Dat je verliefd blijft. Dat is ook de grootste basis van geluk. Want als je namelijk dankbaar bent voor datgene wat je hebt, dan is het automatisch dus dat je begint te stralen. Alleen al omdat je dus blij bent met datgene wat je hebt, in plaats van dus dat je eraan gewend raakt. Ja. Dus je merkt heel duidelijk dus dat de dankbaarheid, als je dankbaar blijft voor datgene wat je hebt, is je brein ook in beslag genomen door datgene wat je hebt en heb je minder behoefte om rond te gaan kijken. Dus het verschil of mensen vreemd gaan bijvoorbeeld, of niet vreemd gaan, dat heb ik ook onderzocht. Ja. Daar zit een gedeelte daarvan, zit ook in die dankbaarheid. Er zitten nog wat meer elementen aan, maar het is er zijn mensen die denken van, is het dan zo simpel op te lossen? En ik heb ze gevraagd, heb je wel eens een week lang puur en alleen gekeken naar datgene waar je dankbaar aan bent? Nee. Ik zeg, als je dat gaat doen, hè, dan zijn mensen die houden het nog niet eens een uur vol. Wij zijn zo gefocust op wat er niet deugt en dat zie je dus, dat is ons ook aangeleerd. Op school krijg je een proefwerk, krijg je terug en er staat alleen maar met rode dingen staat aangevinkt wat er niet deugt. Ja. En zo worden wij in de liefde ook, zo kijken we op een gegeven moment, als we gewend raken aan elkaar, kijken we ook naar elkaar. We kijken alleen nog maar naar datgene wat er niet deugt en wat verbeterd moet worden aan elkaar. Mm-hmm. Dus de man wil graag een vrouw die niet verandert en de vrouw wil graag een man die wel verandert. Ja. En daar zit dus een in dat spanningsveld, je kunt ook blij zijn met datgene wat je hebt en samenwerken aan verbetering. Mm-hmm. Maar het is de dankbaarheid die er in principe voor zorgt dat je verliefd blijft, omdat als je 's morgens wakker wordt en je kijkt naar degene waar je ooit verliefd op bent geworden en je herinnert je aan bepaalde dingen, ja, dan word je gewoon weer opnieuw verliefd en dan worden die stoffen die je brein en die je lichaam aanmaakt, die worden gewoon opnieuw weer aangemaakt. Ja, dankbaarheid dat geloof ik sowieso in het algemeen in het leven, niet alleen liefdesrelatie. Nooit bij stilgestaan dat het inderdaad wel heel belangrijk en bepalend kan zijn in je liefdesrelatie. Dankbaarheid, dus ja, je hebt het ook dankbaarheid, maar ik denk dat je ook bedoelt gewoon elkaar niet voor lief nemen. Wat je vaak ziet dat na zoveel jaren, ja, je bent met hem getrouwd,
leuk, maar eigenlijk waardeer je elkaar niet echt meer. Want ja, je bent eraan gewend geraakt dat die persoon voor je is, je helpt en gewoon je partner is. Maar hoe uit dankbaarheid zich? Is dat meer iets wat je gewoon zelf in je hoofd doet? Zeg maar? Even gewoon een momentje erbij stilstaan, want ik ben dankbaar dat ik een lieve vrouw of man heb. Ik ben dankbaar voor andere dingen. Of is het beter als je dat ook naar je partner uit? Dat je zegt van, ik ben dankbaar dat je vandaag de auto hebt schoongemaakt en me hebt geholpen met dit en dat. Zit daar nog een verschil in? Of is het, ja. Nee, je kunt de dankbaarheid kun je naar jezelf. In principe heb je daar niemand voor nodig. Ja. Om dankbaar te zijn voor jouw leven, dankbaar te zijn voor jezelf, dankbaar voor wie je bent, dankbaar voor wie jouw partner is, dankbaar voor wat je hebt, dankbaar. Dus dat kun je helemaal zelf doen. Ja. Het waarderen van een ander is dat heel belangrijk. Dus dat je je dankbaarheid ook uitspreekt. Ja. Maar dat komt eigenlijk vanzelf. Het heeft ook als je kijkt bijvoorbeeld naar de vijf liefdestalen, dan kan het voor jou heel belangrijk zijn om jouw dankbaarheid te uiten aan iemand met de mond. Er zijn ook mensen die uiten hun dankbaarheid en die uiten hun liefde door bijvoorbeeld klusjes voor een ander te doen. Ja. Of wat je heel vaak tegenkomt is aandacht. Dat als iemand, het maakt in principe niet uit of je met iemand praat ja of nee, maar als je gewoon echte aandacht voor elkaar hebt, wat tegenwoordig ook weer een zeldzaamheid aan het worden is. Ja. Maar als je echt aandacht voor elkaar hebt, dat kan meer waard zijn dan vijf keer vrijen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Terwijl iemand die bijvoorbeeld heel lichamelijk is ingesteld, dat die behoefte aan een aanraking, dat hoeft dan niet per se vrijen te zijn, maar bijvoorbeeld de behoefte aan aangeraakt te worden, hand in hand over straat of een aai over de arm of met elkaar bijvoorbeeld op de bank zitten, ja. Dan heb je wel een activiteit waarbij bijvoorbeeld de televisie het belangrijkste is, maar dan kan je toch de genegenheid voelen door de aanraking. Ja. Dus er zijn verschillende manieren waarop je dus jouw dankbaarheid kunt uiten. En ook belangrijk is dat je daarbij gaat kijken wat is voor jouw partner heel belangrijk. Want als de een bijvoorbeeld Spaans spreekt en de andere die spreekt Engels, dan kun je praten wat je wilt, maar je verstaat elkaar niet. Dus als jij woorden heel belangrijk vindt en een ander die vindt klusjes doen bijvoorbeeld heel erg belangrijk, dus iemand die gaat allerlei dingen doen voor jou, dan zeg je ja, dat is leuk dat die dat doet voor mij, maar als hij hoeft maar één keertje te zeggen van ik hou van jou, je bent prachtig, ik ben ontzettend dankbaar voor jou. Ja. En als je dat in jouw systeem gaat verweven, dan krijg je sowieso een prachtige relatie. Ja, het klinkt heel simpel, maar inderdaad. Dit was het dan, het eerste gedeelte van het interview met Tony. Ik hoop dat jullie net zo genoten hebben als ik zelf. Ik wil nog even blijven stilstaan bij één punt dat hij noemde aan het begin van het interview. Hij had het namelijk over dankbaarheid en hoe belangrijk dat is. Sta jij wel eens stil bij alle mooie, leuke dingen in jouw relatie, in jouw partner? En benoem je dat wel eens? Ik nodig je uit om hier eens over na te denken en inderdaad om dat ook een keertje uit te spreken naar jezelf, maar ook naar je partner toe. Ik weet zeker dat dat een hele positieve invloed zal hebben op jouw relatie. Laat me weten hoe dat gaat, maar we gaan nu snel verder naar het tweede gedeelte. In het tweede gedeelte gaat Tony het namelijk hebben over onder andere hoe je aan de hand van iemands kaaklijn kan zien wat voor soort persoon dat is. En voor de singles onder ons die ook aan online daten doen, hoe je aan de tekst van een advertentie van een profiel kan zien wat voor soort persoon daarachter zit. Super interessant. Heel veel kijkplezier en laat je berichtjes vooral onder deze video achter. Dag!